Welkom allemaal. We zijn hier bij Maritiem en Logistiek College De Ruiter in Vlissingen. En vandaag gaan we het hebben over, ja, je ziet het al, de zeevaart. Jelmer, wanneer weet je nou of je hier goed zit het komende kwartier? Nou, als je van de uitdaging houdt, van de avontuur. Je bent een harde werker. Je houdt van doen, hè? Dus echt het doen is. Dat kan zijn op de brug of je houdt van sleutelen in de machinekamer. Misschien heb je al eens een stukje gevaren. Vond je het heel erg leuk? Of ben je heel erg onder de indruk van alle scheepvaart die hier op de Westerschelde passeert? Ja, dan zou ik het komende kwartier blijven kijken. Wat voor studenten volgen hier nou een opleiding? Het zijn studenten die graag bezig zijn. Die op zoek zijn naar avontuur. Die het ook niet erg vinden om te reizen en langere tijd van huis te zijn. Dat hoort ook bij het beroep. En het zijn echt wel studenten die van aanpakken weten, want anders red je het niet. Het is je volgt hier pittige opleidingen. Want wat voor opleidingen zijn er dan bijvoorbeeld? We hebben opleidingen op niveau 2, 3 en 4. En dat niveau 2 opleiding is schip en machinist beperkt werkgebied. Niveau 3 opleiding zijn de 3000 GT of 3000 kilowatt schepen. En niveau 4 opleiding geeft je vaarbevoegdheid voor alle schepen, dus ongeacht scheepsgrootte. Okay. Dus ja, hoe hoger eigenlijk het niveau, hoe groter het schip waar je op mag varen. Ja. Ja. Inge, jij geeft les hier. Welkom. Ja, klopt. Wat is dit voor lokaal? Wat gebeurt hier? Dit is de Radar Actus Simulator. En er worden ook MARCOM lessen gegeven, maritieme communicatie. Ik geef hier de praktische kant, zeg maar, van de radar en van PVA, dus bepalingen ter voorkomen van aanvaring, en de elektronische zeekaart, okay. Dus de ACDIS. Ja. En wat kun je nou worden als je een van deze opleidingen volgt? Als je de opleiding MAROF volgt, dan kun je machinist of stuurman worden. En als je ooit uitgevaren bent, dan kun je eigenlijk alle kanten uit. Je komt zeevarende of ex-zeevarende overal tegen. En in alle takken van de bedrijven, techniek of nautisch, noem het allemaal op. En wat zijn de leuke en moeilijke dingen van deze opleiding? De leuke dingen zijn dus dat het heel divers is. Heel veel verschillende dingen, heel veel verschillende vakken. En dat maakt het gelijk ook moeilijk. Dus je moet het ene moment ben je met elektro bezig. Volgende moment met navigatie. Andere moment ben je aan het beladen. Volgende moment zit je weer Engels te doen. Dus je moet wel kunnen schakelen, maar dat moet je aan boord van het schip ook kunnen. Oké. Nou, stel je bent hier klaar, je hebt dan je diploma. Wat is dan het toekomstperspectief? Heb je dan snel een baan? Ja, ik ken helemaal niemand, zowel van mijn eigen klasgenoten als van hier de afgelopen jaren, die werkeloos is. Dus een zeevarende of iemand die hier van school afkomt, die vindt zeker een baan. Oké, en als je dan een baan hebt, verdient dat dan ook een beetje? Je kunt best wel een huisje kopen, denk ik, uiteindelijk. Je moet dit niet kiezen als je heel veel geld wil gaan verdienen. Je wil dit, als je dit leuk vindt, moet je dit kiezen. En niet als je denkt van, nou, ik kan bakken mijn geld verdienen. Want dat is niet de manier om de opleiding te halen. Oké. Okay. Je hebt natuurlijk de nautische en de technische kant. Dus de technische is dan machinekamer? Ja, de machinekamer, die zit eigenlijk hier beneden. Dus het vaart hier allemaal rond, omdat de machinisten de boel aan het werk houden. En dat ga je zien in het volgende filmpje. Hier in een hele andere ruimte. Ik zie een heel spannende beeldscherm hier. Hoi, Jesse. Ja, zeker. Welke opleiding volg jij hier? Ik doe hier maritiem officier niveau 4, alle schepen. En die opleiding doe ik. Ja, nee, wat ben je hier precies aan het doen? Wat we zijn hier zo op de brug simulator, de simulator waar we varen, zeg maar. Ja, en hier volg je heel veel praktijk. Je leert, zeg maar, het varen.
Is het ook je favoriete les, dit? Ja, eigenlijk wel. Hier is het wel heel leuk, zeg maar. Je doet hier tenminste echt wat in je hart, tenminste ook op een schip. Het is wel heel leuk om dit te doen, zeg maar. Ja. En is er ook iets minder leuk aan de opleiding? Ja, het is heel veel theorie. Dat is wel heel moeilijk en er wordt heel veel zelfinzet verwacht. Dus ja, je moet best veel doen voor deze opleiding, maar je krijgt er ook zeker wat moois voor terug. Ja, is ook een leuke sfeer in school, leuke docenten. Ja, heel veel leuke docenten. Je wordt goed geholpen en zo. En alles wordt prima geregeld. Je krijgt goede uitleg. Dus okay. De sfeer is heel goed. Vooral met je klasgenoten is ook heel leuk. Tof. En is iets wat je heel moeilijk vindt, waar je denkt van... Ja, je hebt wel een paar moeilijke vakken natuurlijk. Heel veel theorievakken, die zijn erg moeilijk. Maar uiteindelijk, als je er goed voor leert en je gaat er goed naar kijken, dan is het allemaal zeker wel te doen. Leuk. En Marloes, jij stuurt dus hier de simulator aan. Ja, dat klopt. Ik kan hier de schepen manipuleren en het weer. Een beetje afhankelijk van welk niveau er op de brug staat. Ja. Welke uitdaging ze moeten krijgen, want dat moet natuurlijk wel passen. En wat Jessie net al zei, hier leren ze dus echt varen, navigeren, verkeersregels. Het is heel erg waarheidsgetrouw en het voegt gewoon heel veel toe. Ja. En het zijn de leukste lessen. Ja, dat geloof ik, ja. Maar wat moet de student nou verder leuk vinden aan de opleiding om tot een succes te maken? Nou, ze moeten doorzettingsvermogen hebben en ze moeten ook echt van huis kunnen. Ze moeten, want ze zitten natuurlijk toch langere tijd op zee. Ja. Dus dat zijn wel dingen die ze moeten doen, die ze moeten kunnen. Die ze moeten beseffen van tevoren ook, zeg maar. Ja, dan gaan we even terug naar Jelmer. Jelmer, je staat hier voor een mooie kaart uiteraard. Welke vooropleiding heb je nou nodig om hier binnen te komen? Vanaf VMBO basis kun je een opleiding bij ons volgen. Met de basisopleiding ben je toelaatbaar tot de niveau 2 opleiding. Schip en machinist beperkt werkgebied. En met een VMBO kaderopleiding of hoger, ook een overgangsbewijs van HAVO 3 naar 4, daar maken we ook nog wel eens mee, ben je toelaatbaar tot onze niveau 3 en onze niveau 4 opleidingen. Oké. Ja. En kan je ook nog doorstromen? Is er nog een pad na deze school? Jazeker. We zien ook intern veel doorstroom. Leerlingen die eerst niveau 2 doen en vervolgens doorgaan op niveau 3 of niveau 4. Op het HBO is er ook voldoende doorstroom mogelijkheden. Dan zien we dat jongens en meisjes kiezen voor de hogere zeevaart school, het HBO. Maar wat we ook wel zien is dat ze voor een andere opleiding kiezen, bijvoorbeeld logistiek of een scheepvaartverwante opleiding, zoals scheepsbouw bijvoorbeeld. Ja. Dus we moeten natuurlijk ook de praktijk in om uiteindelijk te zien, hoe is dat nou in de praktijk, hoe gaat dat nou op zo'n schip? Dat kan je alvast zien in het volgende filmpje. Marloes, dit is dus de ruimte die je aanstuurt, vanuit waar we net stonden. Ja, wat gebeurt hier precies? We zijn momenteel bezig met een oefening vertrek Rotterdam. Dus dat is waar je nu naar kijkt, dan moeten ze naar zee. En wat ze hier allemaal krijgen is, daar zie je de elektronische zeekaart, daar zie je de radar en de buitenbeelden. Ze moeten die instrumenten goed kunnen bedienen, ze moeten het schip goed bedienen, ze moeten goed communiceren, zowel extern als onder elkaar. Stijn hier moet de roerganger goed aansturen. Dus het lijkt heel erg op wat je daadwerkelijk doet op de brug van een schip. Ja. Stijn, wat voor opleiding doe jij? Ik doe maritiem officier alle schepen. Okay. Hoe ziet die praktijkles eruit? Is het altijd een simulator? Je hebt verschillende praktijkvakken, want wij leren ook de machinekamer erbij. En dit is dan de brugpraktijk. En dat is wel leuk, want je doet een beetje varen hier. En meestal zitten we op zee, open zee. En dan gaat het zo, dan sta je met z'n tweeën. En dan moet je uitkijken houden, om je heen kijken, wat doen andere schepen, wat doet je eigen schip. En dat is dan wat je doet. En is er veel persoonlijke begeleiding vanuit school ook? Ja, zeker. Ja? De school die helpt je met alles. Stage, heb je moeite met een vak, komen ze je helpen. Ja. En heb je ook al stage gelopen? Of dat nee, ik heb nog geen stage gelopen. Wanneer ga je dat doen? Eind van dit jaar, dat is dan begin van het derde jaar. Oké.
Leuk. En wat wil je na deze opleiding gaan doen? Even toekomstplannen? Gaan varen natuurlijk. Dat is wat je met deze opleiding gaat doen. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk wel het leukste van allemaal. Ja, zeker. Superleuk om te zien. Ik zou zeggen, volle kracht vooruit. Wij gaan heel even terug naar Jelmer nog. Jelmer staat netjes op ons te wachten. Jelmer, kan je eens een beetje uitleggen wat voor vakken er nou gegeven worden op deze opleiding? Wat leer je hier nou? Nou, je wordt semi-duaal opgeleid voor de niveau 3 en 4 opleidingen. Bij de niveau 2 opleidingen aan beide zijden. Er zit een nautische kant aan en een technische kant. In het tweede deel van je opleiding dan kies je een uitstroomrichting. Dus kies je voor de nautische kant, dan wil je stuurman worden. Dan leer je het manoeuvreren met het schip, het navigeren, ladingbehandeling en dat soort zaken. Mm-hmm. Kies je voor de technische kant, dan word je scheepswerktuigkundige. En dan kies je voor het werk in de machinekamer, dus het onderhoud aan motoren, generatoren voor de energieopwekking. Ja. Maar ook praktijkvakken zoals lassen en bankwerken zitten in onze opleiding. En hoe leer je? Is het veel theorie of juist praktijk? Of is het Nou, in het begin denk ik best wel veel theorie. Je krijgt ook al wel meteen praktijkvakken, lassen en bankwerken. Maar er moet gewoon wel enige theoretische kennis aanwezig zijn, voordat je bijvoorbeeld hier op een brugsimulator aan de gang kan. Je krijgt ook externe trainingen, want aan boord ben je zelfvoorzienend. Je moet bijvoorbeeld leren om hoe je een brand moet blussen. Ja. En als je dan stage doet, wanneer is dat en hoe lang loop je dan stage? Bij onze niveau 2 opleidingen ga je 1,5 jaar naar school toe. En dan sluit je af met 1,5 jaar stage. Bij de niveau 3 opleidingen ga je 2 jaar naar school toe. En dan heb je 1 jaar stage. En bij onze niveau 4 opleiding ga je 2 jaar naar school. 1,5 jaar stage, 1 jaar terug naar school, 1,5 jaar stage. En ben je dan ook echt 1,5 jaar weg? Ja, grofweg. In de praktijk ongeveer 5 maanden. Omdat je voor simulatortrainingen nog wat vaartijdverkorting krijgt. Oké. En dat mag ook in het buitenland, zulke soort stages? Ja, zeker, want het werkveld is wereldwijd. Ja. Overal en nergens. En moet je dat zelf regelen of doet school zo'n stage voor je regelen? In principe moet je dat zelf regelen. Je wordt er wel in begeleid, bijvoorbeeld bij het opstellen van een goede sollicitatiebrief. En als je nou echt moeite hebt om een stageplek te vinden, kunnen we daarin wel bemiddelen. We maken het eigenlijk nooit mee dat een student geen stageplek vindt. Nee. Dus er is ook genoeg werk, genoeg toekomst. Ja, er is genoeg werk, genoeg toekomstperspectief, zowel op zee als later aan de wal. Oké. Is er nog iets wat je een korte samenvatting wil geven waarom mensen hier naartoe moeten komen? Ik denk dat je sowieso het echt leuk moet vinden, het moet je aanspreken. Je moet van uitdaging houden, van reizen, van avontuur, maar ook doorpakken. Je moet een harde werker zijn. Ja, en het beroep heeft ook nadelen, bijvoorbeeld het lang van huis zijn. En dat moet ook bij je passen. Ja. Oké. En ik wil eigenlijk aan ieder aanraden die hier enthousiast voor wordt om een dag mee te komen lopen, om de sfeer te proeven. Dat kan ook gewoon. Ja, ja. Oké.